Mijn ogen vind ik nog het mooist. Die komen ook het meest bekend voor. Mijn neus komt maar niet zo bekend voor. Dat is nog niet mijn neus. Mijn oren vind ik een beetje groot. Dat had wat kleiner gekund. Maar het zijn prima oren. Het zijn heel normale oren. Ja, in zijn geheel vind ik het wel gewoon een prima gezicht hoor. Het is gewoon een gewoon gezicht. Dat hebben ze wel heel goed gedaan. Maar het is nog niet mijn gezicht. Dat moet nog komen. Vroeger schoor ik mij met een tondeuze, want met een mes was het te gevaarlijk. Maar nu ik genezen ben, kan ik me scheren hoe ik wil. Dus wil ik mij scheren zoals mijn vader dat deed. Met een scheermes. Dat is wat moeilijker, maar ik vind het wel leuker. En ik moet nog een beetje aan wennen. Even kijken. Want, ja, waar begin je dan? Nou, laten we hier beginnen. Het begon allemaal toen het ziekenhuis contact opnam met mijn ouders. Met de vraag of ik mee wilde doen met een onderzoek naar de behandeling van het syndroom van Down. En dat is een behandeling waarbij chromosoom 21 wordt afgeremd. Is misschien wel goed om te zeggen. Chromosoom 21 is... Dat hebben we allemaal. Alleen mensen met het syndroom van Down, die hebben altijd één exemplaar van de chromosoom 21 te veel. En deze behandeling houdt dat tegen. En dat is door middel van de medicijn. Vroeger, als ik op straat liep, dan vroegen mensen mij wel eens: heb jij het syndroom van Down? Ja, ik heb het syndroom van Down. Nou, dat is helemaal niet erg, zeiden ze altijd. Dat vond ik ook. Ik vond het wel leuk. Maar, als ik er nu aan terugdenk, vind ik het wel een beetje raar. En daar hebben mijn ouders op een gegeven moment ja tegen gezegd. Omdat het hen de kans gaf om mij een zelfstandig leven te bieden. Daar waren ze vaak mee bezig. Ze waren oud, allebei ruim in de 70. Ze waren ook best wel ziek. En ze waren altijd wel bezig met de vraag: wat moet er van onze zoon terechtkomen? Wie gaat voor hem zorgen als wij er niet meer zijn? En dat is een vraag die heel veel ouders met een kind met het syndroom van Down hebben. Mijn moeder kreeg ook vaak vragen. De meest gestelde vraag aan mijn moeder was altijd: wist je het? Wist je het dat het baby in je buik het syndroom van Down heeft? Ja, dat wist ze. De vraag die daarop meteen volgt was altijd: was het een bewuste keus? En dat vond zij nooit zo leuk. Zij zei altijd: je kiest niet voor het syndroom van Down, je kiest om je kind te helpen. En je kiest ervoor om je kind te accepteren zoals die is. Onvoorwaardelijke liefde is dat. Onvoorwaardelijke liefde. Ik kon ineens lezen, fietsen, rekenen. Op een gegeven moment ging ik ook solliciteren, omdat ik ook kon werken. Ik hoefde niet meer bij mijn dagbesteding te komen. Ik mocht niet meer bij de dagbesteding komen, want ik had geen naam meer. En ik was slim genoeg om te werken. En ook daar leerde ik alles heel snel. Ik ben begonnen als vakkenvuller. En nu werk ik als fietsenmaker.
En ik zou het heel leuk vinden om te werken als verkoper in een kledingwinkel. Vroeger waren mijn emoties wat rauwer of zo. Ik lachte meer. Ik huilde meer. Heel hard. Ik heb nu meer emoties. Ik heb nu bijvoorbeeld ook schaamte. Ik had nooit schaamte. Nu heb ik ineens schaamte. En dat merkte ik op een keer bij een buurtfeest, op een middag, bij een buurtborrel. Ging dansen. Ik kan heel goed dansen. En ik hou van dansen. En ik had gedanst. En die middag was ik voor het eerst. Ik kreeg er een beetje buikpijn van. Een soort hongergevoel. Daar leek het op. Zo'n hongergevoel die, ja, die tot aan je benen gaat. Dat heb ik toen aan mijn moeder verteld en zij zei, nou, dat zou zomaar een schaamte kunnen zijn. Maar dat is niet erg, zei ze, want iedereen heeft schaamte. Dat helpt ons om in de omgang met mensen. Nou, sinds toen heb ik dus schaamte. Als het gaat om leren, dat kan ik wel. Maar lezen en rekenen en zo, dat kan je zelf, maar... Wat ik wel moeilijk vind is jezelf helpen als je verdrietig bent. Als ik me wel eens eenzaam voel, als ik bang ben. Dan moet je ook jezelf helpen. Dus je staat er wel alleen voor. En dat vind ik nog lastig. Hoe het voor mijn omgeving is? Ja, goed. Die zijn er wel blij mee. Ja... Kijk, iedereen is altijd bezig met zelfredzaamheid. Dat is een heel belangrijk iets. Maar ik was daar nooit mee bezig. Dus ik vond het ook nooit belangrijk. Ik dacht daar nooit aan. Maar nu zie ik wel in waarom dat zo belangrijk is. Ja, dat je jezelf moet kunnen helpen. Nou, ik vond het wel lastig. Ik vond het jammer dat mijn moeder mij ineens niet meer accepteerde. Zoals ik was. Waar was die onvoorwaardelijke liefde? Dat heb ik haar toen ook gevraagd. Waarom kan ik niet meer zijn wie ik ben? Maar zij zei, juist omdat ik van je hou. Juist vanwege de liefde. Zo kan ik ervoor zorgen dat je blijft voortbestaan. Dat ik kan blijven bestaan... Zoals ik ben. Niet als downer, maar als mijzelf. Dus ik ben er nog. Ik vind het goed dat de wetenschap mij deze behandeling aanbiedt. Alleen wil ik dat het mij wordt aangeboden omdat... de maatschappij van mij houdt. Niet omdat zij niet van mij houdt. Snap je wat ik bedoel? Het RIVM heeft ooit een keer berekend dat... iemand met het syndroom van Down per jaar 48.000 euro kost. Dat heeft iemand berekend. Waarom? Ja, ik snap wel wat je met dat inzicht kunt, maar... ja, waarom? Je bent een dure jongen, Sjoerd. Ja! Zo, wat vind je van deze kleur? Kan dat toch? Geel. Ja. Even kijken, zoiets.
er een beetje goed uitzien voor het interview, toch? Ik ben wel gewend dat mensen naar me kijken en ik hou wel van die aandacht. Maar nu kijkt heel Nederland. Ja, ik zie hen niet, dat is het verschil, maar toch. Ik wil wel dat ze van mijn mooiste kant zien. Yes, we gaan het doen, kom op. Is Down syndrome curable? Down syndrome is the leading genetic disorder in the world, and a new study might have found a way to reverse it. The Down mice, who'd been treated with the Sonic Hedgehog pathway antagonist, performed just as well as the normal mice without chromosomal engineering. In Iceland, Down syndrome is on the verge of being eradicated, and it's due in large part to the widespread use of genetic testing. I learned fucking Shakespeare. Do you think we've reached the line? Like, we're at the point where this testing has already gone too far? One thing you learn when you're in this field is the future comes very fast. What is the bearing of the laws of heredity upon human affairs? Eugenics provides the answer, so far as this is known. Eugenics seeks to apply the known laws of heredity so as to prevent the degeneration of the race and improve its inborn qualities. Not all mental deficiency is hereditary. If carefully trained, they can be taught simple routine tasks. It would have been better by far for them and for the rest of the community if they had never been born. Think of it like editing a document. You find the errors or the words you don't want. You highlight them and remove or replace those words. That's essentially what CRISPR does in DNA. It's used in everything from creating healthier and stronger crops, like wheat, to finding drugs that may work best to treat a specific cancer. Or as Vladimir Putin said to a youth conference in Moscow, maybe we'll use CRISPR to create soldiers that don't feel pain or don't feel fear. But CRISPR can and probably will be used for much more. The creation of modified humans, designer babies. The scientist who created the CRISPR babies has largely been condemned for his use of germline editing. He's lost his job, and China has taken steps to prevent this from happening again. How do you find the person who made my kid LeBron James when both my parents are white, but yet somehow, here I am, LeBron James? What if designer babies are thought to be fashionable and they kind of become the new glitterati, right? The new Kardashians or something. You know, are those trends that we really could control? You know, I'm not convinced that we could.